De ASO van deze week rijdt over de Nieuwgraaf in Duiven en is een snelheidsduivel in een kleine Renault. Op een stuk weg waar maximaal 50 km per uur is toegestaan, haalt deze idioot snelheden van ruim 90 km per uur. Dat kunnen we allemaal goed zien omdat de bestuurder met dashcam ook zwaar in overtreding is. Door de Renault-bestuurder continu te volgen. Totdat deze het nog bonter maakt en besluit op volle snelheid het fietspad op te knallen. Wat ga je dan doen? What the fuck, jongen? Het staat allemaal op camera. Je vraagt je soms echt af waar dit soort bestuurders hun rijbewijs hebben gehaald. Dat vind ik echt niet kunnen, hè? Dat is echt een loser. Dat vind ik toch echt niet kunnen. Ook iets gefilmd waarvan u denkt dat is iets voor de Telegraaf? Mail het ons op onderstaand e-mailadres. Dat vind ik echt niet kunnen.